Nog één vraag, voorzitter, in de mijn resterende seconden. Want er is een televisieprogramma verdwenen waar heel veel mensen naar kijken. Dat is het televisieprogramma Het Dorp. En diversiteit is de grote hobby, ook dat staat haaks op de mediawet, van onze NPO-bobo's. Mijn vraag aan de minister is, is dat programma soms geschrapt vanwege redenen van diversiteit? Er waren schrikbarend veel blanken te zien in dat programma, heel weinig Black Lives Matter-activisten, ook geen transseksuelen. Is dat de reden dat het geschrapt is? Is het vanwege de diversiteitsideologie dat kapot heeft gemaakt? En daar gaat mijn motie over, voorzitter. De Kamer gehoort de beraadslagingen, overwegen dat de NPO de stekker heeft gehaald uit het programma Het Dorp, waar soms 1 miljoen mensen naar keken, overwegende dat de diversiteitsideologie leidend is bij de NPO, verzoekt de regering aan de Kamer te berichten of het programma Het Dorp is verdwenen om redenen van diversiteit en gaat over tot de orde van de dag, ondertekend door mijn persoontje, maar ook door mevrouw Van der Plas. Dank u wel.